IJmond Nieuws is vandaag in het Museum Kennemerland in Beverwijk. We praten met René Meutsteegen. Ja. René, jullie hebben een lesprogramma ontwikkeld voor de basisscholen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou ja, wij hebben ontdekt op een gegeven moment dat het erfgoedonderwijs hier wat in de benen is gezakt. We vinden dit gebied zo ontzettend interessant dat we het heel erg graag zouden willen dat de kinderen toch leren over dit gebied. En dat was voor ons de aanleiding om toch te beginnen een lesprogramma te ontwikkelen voor de basisscholen. Op wat voor manier maken jullie het aantrekkelijk? De leerlijn is opgebouwd rondom een aantal thema's. En die thema's zijn zo opgezet dat het de hele tijdlijn van 5000 jaar geleden tot nu behandelt. De thema's zijn landschap, bewoning, verdediging, Wijkermeer, Noordzeekanaal en industrialisatie. En die omvat de hele tijdlijn van 5000 tot nu. Onder landschap laten we vooral zien hoe het landschap hier is ontwikkeld. Dat is het oudste ook. Het is al wel 5000 jaar oud. Overigens is het landschap zoals we het nu kennen vrij jong. Want de duinen die zijn maar 1500 jaar oud. En waar we nu staan hier op het moment, is 2000 jaar geleden zaten we hier in het water. Tweede element is bewoning. En bewoning laten we zien dat mensen hier naartoe zijn gekomen op het moment dat dus hier het land geschikt was om te gaan wonen. En het was een redelijk vruchtbaar gebied, want hier heeft ook de oerij gestroomd en het oerij nam het goede klei mee. Dus je kon hier gewoon goed landbouw en veeteelt doen, terwijl je op de hogere gebieden hier kon wonen. Daarna is dit gebied van heel groot belang geweest van de verdediging, omdat het maar een heel klein stukje land was. De land wat we hier hadden was maar 7 kilometer breed. En dat kon je natuurlijk relatief eenvoudig verdedigen. Daar hebben we in deze regio kastelen voor gehad. Later hebben wij lunetten hier gebouwd. Dat had te maken met de oorlog van de Fransen tegen de Engelsen en de Russen. De Engelsen en de Russen in de Bataafse tijd braken bijna door. En eigenlijk had het niet een 24 uur langer moeten duren, dan waren ze er doorgebroken. Nou, later hebben we de stelling van Amsterdam gekregen, hè, om Amsterdam te verdedigen. Daar hebben we ook elementen van. En in de Tweede Wereldoorlog hebben we hier de Atlantic Wall gehad, de Festung en Muiden. Een vrij stevige festung die hier door de Duitsers gerealiseerd is. Dat is dus rondom verdediging. Ja, het Wijkermeer is ook heel erg belangrijk voor ons geweest, omdat het een verbinding was tussen Amsterdam en Beverwijk, daar kon je vrij makkelijk via het water hier naartoe komen. Als je over land zou moeten gaan, dan zou je dagen onderweg zijn. Via het water was je met een paar uurtjes varen hier. En de rijke Amsterdammers ontvluchten Amsterdam vanwege de stank. Met die rijke Amsterdammers komt ook cultuur mee, ambacht. En daarmee is eigenlijk heel Beverwijk zich gaan ontwikkelen. Heel belangrijk. Vervolgens komt Amsterdam in de problemen. Want de schepen kunnen niet meer over de Zuidzee de oceanen op. Vervolgens is daar bedacht, nou, dan moeten we een Noordzeekanaal graven. Zo recht mogelijk door de duinen heen. Dat is gebeurd. Maar dat heeft een enorme verandering teweeg gebracht. Omdat je dan hier eigenlijk het gebied krijgt zoals het nu is. Gescheiden door het Noordzeekanaal en de Wijkermeer helemaal ingepolderd. Nou, als we dan de Noordzeekanaal hebben gehad, dan komen we hier de industrieën, de papierfabriek komt hier, Hooghams komt hier. Nou, dan verandert de omgeving hier compleet. Het wordt een industrieel gebied en er komt hier veel woningbouw. Dus je krijgt een heel ander gebied. Wat de oorspronkelijke tuinbouw was, is het nu zeg maar industrieel en verstedelijkt. Dat is het programma wat wij dus aan de kinderen willen overbrengen. Wat is de doelstelling voor de kinderen eigenlijk van dit project? Wij denken dat het voor kinderen van belang is dat ze weten waar ze wonen en hoe dat gebied zo is ontstaan zoals het nu is. Dat ze kennis hebben van het verleden, hoe is het zo gekomen en waarom wonen wij nu hier. En wij denken met dat gereedschap dat ze daar kennis mee kunnen meedragen naar de toekomst toe. En hoe houden jullie het zo actueel mogelijk? Nou ja, door heel veel in de krant te kijken. Vanochtend hebben we dus in Dagblad Kennemerland weer een artikel gezien over de Romeinen die zich in Vels hadden gevestigd. En daar komen heel veel bevestigingen, maar ook nieuwe dingen uit naar voren. Omdat ze meer onderzoek aan het doen zijn. En dat brengen we gewoon weer in onze leerlijn terug. Je had het net al over de hoogovens. Ja. Zijn er nog meer bedrijven waar jullie
nauwe contacten mee hebben? Ja, eigenlijk zoeken we de bedrijven ook wel op. Wij hebben zelf gekozen voor een aantal bedrijven van Gelderen Papier, dus wat nu Kraan van Gelderen is. Het was de eerste industrie die zich aan het Noordzeekanaal vestigde. Hoogovens, we hebben goede contacten mee, met name het Hoogovenmuseum. En wij hebben onlangs hier ook hele goede contacten opgedaan met Floricultura, wat een wereldwijde speler is op het gebied van kweken en ontwikkelen van orchideeën. Zo gaan we steeds verder zoeken naar ook industrieën en die hier gezeten hebben. Oude ambachten ook, daar moeten we zelf wat meer onderzoek aan doen. We praten ook nog even met Ria van Roon, de projectleider van het museum. Samen met René. Ja. Samen met René. Ja. Hoe brengen jullie de thema's over naar de kinderen? Op verschillende manieren. Het is niet het doorgeven van de jaartallen en wat is er gebeurd in die tijd. Nee, we laten de kinderen zelf ontdekken, zelf onderzoeken, zelf nadenken. Voor de kleintjes, voor de groepen 1 en 2, hebben we een paar verschillende dingen. Die krijgen natuurlijk niet echt les erin, want ze snappen helemaal niks van erfgoed. Maar er komt een jongvrouw in de klas en die vertelt het verhaal over het beleg van Oud-Haarlem. Van ridder Jan en van koning Willem, die het kasteel belegerden. Nou, dat is hartstikke interessant. Vervolgens krijgen ze dan nog een doos met scherven van het serviesgoed van ridder Jan. En ja, daar mogen ze aan zitten. Dus dat vinden ze leuk. Voor de wat oudere kinderen, groep 3 en 4, gaan ze bijvoorbeeld kleien, verdedigingswerken maken. Van hoe zou jij je verdediging oprichten, hoe laat je dat zien. Voor de oudere kinderen 7, 8 bijvoorbeeld hebben we een heel rekenprogramma opgehangen aan Floricultura. Hoe kweek je een orchidee op? Hoe lang duurt dat? Wat zijn de stappen daarin? Hoeveel orchideeën heb je na die stap? Hoeveel orchideeën heb je na die stap? En dat moet rekenen worden. Dus dat is geïntegreerd in de rekenles. Een les over erfgoed. Dat vult elkaar aan. En dat is het leuke ervan, dat kinderen spelenderwijs dat erfgoed tot zich nemen. Met welke cultuurinstellingen werken jullie nou samen? Bijvoorbeeld Stichting Oerij voor het landschap. Huis van Hilde, over de bewoning natuurlijk. Rondje Wijkzee voor de verdediging. Maar ook de historische kring Velsen. De historische kring Heemskerk. Het historisch genootschap Midden-Kennemerland. Het Pieter van Meulen Museum, het Zeehaven Museum. We proberen zoveel mogelijk plaatselijke erfgoedinstellingen hierbij te betrekken. Nu kan ik begrijpen dat je dan ook wel zit te springen om vrijwilligers. Ja, we willen heel graag mensen hebben die affiniteit hebben met onderwijs, affiniteit met kinderen, om ons team te komen versterken. En het zou heel fijn zijn als we een paar mensen konden krijgen. Misschien oud-leraren, leraressen die graag voor de klas staan. Maar ook mensen die onderzoek willen doen. En zelfs mensen die rondleidingen willen geven in het museum. Ja, het zou heel leuk zijn als ze dan ook inderdaad rondleidingen voor kinderen willen geven. Want dat kan niet iedereen. En ja, daar willen we toch graag een paar leuke, goede mensen voor hebben.